Ik wil gewoon even zeggen dat ik het woord pleidooi een zalig woord vind. Woehoe! Check dit trouwbek naar jouw leven het is in elf. Pleidooi voor een jeugdig isochem. Ja, ken ik. <lacht> 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 jij woord, heb jij dat ook bedacht? Um, ja, het zou te mooi zijn als ik ja zeg. Hè. Ik heb dat ergens gelezen. <laughs> ah, okay. Ik heb dat ergens gelezen. Maar het is wel heel playful. Wat ook een mooi woord is. Ik nu al direct verder met ah fuck. Ah! De film. En het de is klaar. Perfecte onderbreking. Amai, hoort je zelf voor één af te Het spoor waar. Scher ding. Meegebracht voor de dwa. ...podcast van Louis van Oosthuizen. <laughs> Zo. Voilà. Als je dus ondertussen nog gaat doen op berichtjes... Dat is... Uh... Dat is allemaal de showbiz, jong. Eepla. Allemaal de showbiz. Wacht hoor. Het komt gewoon in de aflevering, dat snap je toch? Voila, en ik zit nu ziekte maken op de achtergrond. Ja. We wachten op jou, Astrid. Oké. Okay, U bent nou... deze podcast aan het vertragen. En dat is enorm. Voilà. Already. <laughs> Ready. Want heb ik een blik vol angst. <laughs> okay. Die heb ik ook. So, uh. yeah. van voilà, Ik heb een totaal nieuwe oprichtsin, want de oprichtsin kon ik niet gebruiken, want ik was niet aan het filmen. Dus voilà. ik heb ook nog. Nessie, kan je misschien tegenkomen op de Patreon? Ga hem allemaal gaan zoeken? Voilà. dat. Nessie gezocht, hè? Wist je dat niet? Ik ben volledig... Het monster van Loch Ness. hebben ze ja? teruggezocht. De meest trotszalige opzoeking tot nu toe. En ze hebben niets gevonden. Nee. Ja, voilà. misschien zit hij in de Patreon. Oké. Okay. Dus voilà. Misschien kun je hem daar vinden. Of je hebt het Patreon.com Ik heb een podcast, podcast voor één euro de maand. Elke week bijna een extra aflevering. Dat is Bas uh, Laatsen. Okay. Weet je wat ook wensen is? Nee. Ah wel, Ik bestaat Astrid de Lombard die vinken zet, kaart en een briljante jubileum vierde in april. Maar dat was hij niet de Astrid die hier bij ons zit. Nee. Nee, deze Astrid liet mij in eerste instantie denken aan een impro comedian. Maar toen ik haar beter leerde kennen, bleek het een impro danser te zijn. Dans, dicht de dans, is een podium. En toen ik vrijdag bij Astrid stond, merkte ik dat ik een podium wou geven in de van, van deze podcast-episode. Yup, ze broeien alleen al eens plannen. Het is dan ook niet toevallig dat Astrid bij broeidans is organiseert. Ping. Astrid kan ook klaginet net en andere bewegingen zijn te vinden bij in Movimento, Baba Yaga Femme en Tijdelijk Teder. Zowat alles is te vinden in Broei, Baba Yaga en Bologna. Zolang het maar met een B begint. Astrid danst al heel lang. In 2006 liet ze zelfs mee in het EK met de Isegamsche jonge groep Black Spaghetti, wat ze won. Het EK in 2007 won ze ook. En in 2008... Ook! Oh, Plot dan al... Ze dus zat toen ook in de voetbalclub van haar school, als dat nog niet genoeg was, zat ze in 2012 ook in de Isehamse jeugdraad, waar ze dan voorzitter was. Al van jongs reikte ze dus altijd voor het hoogste. Schreef al echt. Ondertussen is ze 30, maar hoe het is om om te gaan met zo'n verschrikkelijke ouderdom, meestal sinds in 2011 een deed in een rusthuis in Magokko. Ze kan ook goed lopen, want ooit heeft ze sportakkers run, net zoals ze eens 25 kilometer fietste. Hopelijk loopt ze niet weg, als ze wegfietsen en hens even geloofwaardig. Ze studeerde pedagogische wetenschappen, dat is afstudeerrichting richting sociale agroïek, en ik weet niet eens wat die woorden betekenen. Ze is altijd kleurrijk, hongerig, sexy en blij, en vindt anatomie sexy. Dat vond ik ook op de socials. Dat stond daarop. Dus dan klopt dat, hè. Pannenkoeken van Yevgeni vindt ze dat week een mega schoon nummer. Ik vind het vooral schoon als ze lacht. Uh, verder is ze een op Feldenkrais waar ze de structuur en organisatie voortdurend herdenkt. Ik ben benieuwd hoe lang ze heeft nagedacht over haar voorwerp. Op elk vlak is ze bezig met het menselijke lichaam, zelfs op het wateroppervlak. <laughs> Wat er allemaal om de huid afspeelt, dat komen we te weten in deze aflevering van Het voorwerp. Welkom bij Het voorwerp. een power to eerst bij algemene voorwaarden, Met ik uw host Louis Vano en mij in de nacht zit zitten hongerige acrobaat... Astrid! Voilà, dat is een intro. Aangenaam. Nu weten de mensen perfect wie je bent. Wow. Een klein detail, in Marokko was het een weeshuis, geen rusthuis. stond een rust, op dus de krant heeft gelogen. Ja, nee. Die, die journalisten. Hè. Een klas rusthuis. Maar voor de rest zijn de bronnen fantastisch goed gecheckt. Voilà. Alles klopt? Ja. Voilà. Zijn er nog dingen die ze vergeten te vertellen over je de Astitelomberg? Ja, uh, waar beginnen we? Nu? Zijn er nog dingen? Maar, ik denk, ik geef het allemaal een globale plaatje mee. Dat gaat gewoon way back, wat je daar gepresenteerd hebt. Vanaf vanaf. Er zijn naar tot nu aan al, en hey, alles linkt. Ja, die, die voetbal... In die tienerjaren. Ja, dat ja. ja. En Dan heb je ook gewonnen. Je hebt alles gewonnen. Nee, nee. Zijn dus nee. je dingen dat je niet hebt gewonnen in je leven? Uiteraard. Ja, Oké. Okay. Dat was de, de competitie als je jong bent, nee? Ja, ja, ja. Dat verandert wel als je ouder wordt. Ja. Nu verlies jij alleen nog mij. Ja. Oké. Okay. <laughs> of weet je hoe we men verlies om te gaan? <laughs> ja, hopelijk ben je voorwerp nog niet verloren. Nee. Wat is je voorwerp? Ik heb een ajuin mee. <laughs> Oké. Okay. Ik ga die eten. Ik zo dat je zo het lager op zo, um, je rugzak mee had en dat hij zo'n appel in, in het wel bleef zitten. Is het gewoon een verdwaalde groente in je rugzak of heb je macht echt bewust mee Het is geen verdwaalde groente. Oké. Okay. Ik heb um, bewust een uh, groente gekozen. Mm -hmm. Die in elke maaltijd zit. Yeah. En die super gezond is. Yeah. En eigenlijk is dat ook een. Um, ja, dat is rond. En je kan dat pellen en dat heeft verschillende lagen. Ja, ja, ja. Ah, voilà. En inderdaad, hij is bezig met al die lagen. Ja, zeker in dans. Yeah. Dans is een geladen praktijk. Ja, yeah. en schrek ook. Ja, ook. <laughs> yeah. Schrek is een onion. Dat is uh, allemaal geweten. Um, nee, maar die onion is niet schrek. Dus wat is er speciaal over die onion? Um, nee, voor mij is dat eigenlijk een schone metafoor. Oké. Okay. Het een puur metafogisch mee. Ja, puur metafogisch. Right. So. <laughs> dat, is dat dat de eerste aflevering is op 26 afleveringen dat voor ja. puur metafogisch is ja. ja, Het heeft geen persoonlijke betekenis. Of zo. Ja. Het is niet dat ik voor een voorstelling altijd ajuin zo ja. moet eten. Mensen hebben dat soms van die eetgewoontes. Het is het niet dat je eigenlijk kunt huilen door een ajuin te eten? Uh, nee, ik kan ook om andere redenen ja. huilen. Okay. Um, maar gewoon het feit dat je mm -hmm. zo kan huilen, um, dat is wel denk ik een kracht van die ajuin. Ja. Want... Als je bijvoorbeeld uh, een verstopte neus hebt en je legt dat naast je bed, dan opent je neus. Is dat? Ja, dat is. Heb je dat ja, ja. nog nooit geprobeerd? Moet je eens nee. proberen. Oké. Okay. Ja, dat is. Maar moet je hem dan snijden of moet je hem echt gewoon daar leggen? Ja, hij ja, snijdt hem al open, ah, ja, in okay. twee. Okay. Ja, dat is toen nog een middeltje uit grootmoeders. Uit grootmoeders keuken? Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, dus ja, dat is eigenlijk wel een krachtig. Iets, denk ik. En ook heel, heel, heel eenvoudig, en het is een basis van heel veel recepten. Mm -hmm. Maar niet alleen in de keuken. Hè. Als ik eigenlijk naar een voorstelling ga kijken, dan, um, dan apprecieer ik het als dat heel veel verschillende lagen heeft. Yeah. En um, als dat dan niet alleen fysiek is, maar je kijkt verder yeah. en je ontdekt ook die dramaturgie of je ontdekt gewoon de persoon die dat brengt uh, ietsje dieper dan is dat voor mij wel uh, een geslaagde voorstelling. En ik denk dat dat niet alleen een dansvoorstelling kan zijn, maar ook gewoon dans in het algemeen. Mm -hmm. Dat is best wel gelaagd. Ja. En je, kunt dat, je moet dat ook gewoon pellen. Gewoon, je moet dat echt heel traag doen, laag per laag. En je moet dat... Om dat te maken of om dat te bereiden? Om dat te maken. Ja. Ja, om, een, om gewoon te, te dansen. Kun je genieten van een dansvoorstelling zonder dat je weet hoe dat opgebouwd is? Zonder dat je weet van, ah, dit zijn de lagen die erin zitten? Als zeker. toeschouwer zijn de lagen minder belangrijk. dus wel als maker dat de lagen belangrijk zijn. ah in die zin als toeschouwer of als maker. ja yeah, ja. Yeah. Um, oh, ik denk beiden. Mm -hmm. um, als toeschouwer ja, kijk je en observeer je yeah. en ontdek je die als het ware. Yeah. en dan weet je niet hoe die opgebouwd zijn. en dan ontdek je misschien ook andere lagen dan iemand, dan een andere toeschouwer. Uh, en als maker als danser, ook als leerkracht. Ik zou je niet weten hoe je maken je draait, want het is echt zo, zo. zo zo zet je te spreken. En ah lagen. ja nee. Klinkt dat nu al beter? Ja, Zo. Dat beter gezien. Ja. Ik heb dat ook helemaal niet getest op voorhand. Voilà. Ik heb nog nooit een podcast gedaan. Ook. Nee. Welkom! Woehoe. Deze ajuindig podcast. Voila. Maar dus, um, als toestel of als uh, maker? Ja, nee, ook als, als maker, als, um, als danser uh, wil je ook gewoon diep gaan en wil je niet enkel daar um, een cirkel doen of een draadje of een sprong of een hup, huppelen. Ik ja. zelf een woord, een hub. Ik don't know. Um, nee, maar je wilt daar dieper in gaan. En je wilt kijken wat je daarmee zegt. Of waar dat komt. Of je wilt daar nog iets aan toevoegen. En dat is ook hoe je, hoe je een dansvoorstelling maakt. Je gaat ja. Ja, echt die laagjes gaan onderzoeken. Mm -hmm. ja. Weet je nog je eerste dansvoorstelling? Ja, wel, dat heb je eigenlijk genoemd. Dat was een. Um, in 2007? Was dat de nee, was... eerste, eerste was nog EK, dat was toch geen ik. Dat kan toch niet? Nee, mee? dat is ook niet waar. Nee, nee, nee. nee, 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 nee zeker niet. Uh, maar dat was wel met het, uh, met het team waarin ik toen danste, Black Spirits. Um, maar dat was eigenlijk niet mijn eerste voorstelling. De eerste was een duo met mijn beste vriendin. Mm -hmm. In het zesde leerjaar. Ja. Op IZIGEM Zomert. Ja. Het festival van IZIGEM. We die IZIGEMse badjes. Ja, dat was dat ook. Ben je dat nog geweest? Nee, ik had dat uh, van een research. Ah ja, nee, oké. Okay. Van waar ben je eigenlijk? Kortrijk. Oké, okay, dat komt wel, hè. Ja. Maar ja, die Isigamse badjes bestaan er ook. Maar dat is minder belangrijk, die feesten. Dat is minder belangrijk? Ja, dat is minder feestelijk. Uh, dat is ook feestelijk. Dat is ook feestelijk. Ja, dat is gewoon een andere atmosfeer dan Isichem zomer. Okay, dat is een andere laag. Ja, voilà. Stop. Daar zei je mm het. -hmm. Ja, maar dat is wel fijn. Dat was ik gewoon met mijn vriendin op de speelplaats. Ja, beginnen spelen, beginnen dansen. En uh, dat was op het lied van Ruslana, die toen een Eurovisie Songfestival had gewonnen. Damn, wat een throwback. Wow, ja. Ja, ja. ja, ja heb je dat wat dat was? Ja, dat was een eerste voorstelling. Ja, dat was... Maar als je nu bezig met die lagen, of is dat maar het ook? Nee, maar had, dat, dat, waren idee. Pasjes, he. dat, dat waren gewoon pasjes. Ja, dat was een choreografie. Wanneer is het idee van er zijn lagen in muziek ontstaan? Ja, ja, wanneer, voilà. Van waar komt dat? Weet je, daar is de origine toch nog van. Was dat eens een jaar een opleiding dat je hebt gevolgd? Of? Dat was inderdaad nog niet toen ik acht jaar was. Dat kwam misschien ook nog niet toen ik tien, elf, twaalf was. Um, want toen ik disco deed, was dat vooral heel choreografisch en zat daar een minder betekenis achter of zo. Ja. Ja, wij dansen toen zo op een lied van Martin Luther King. Yeah. Maar wij, wij wisten dat misschien niet. Dan wist ik dat pas twee jaar later of zo. Wie dat Martin Luther King was? Ja. Oké. Okay. Ja, inderdaad. Um, nee, maar dan ben ik eigenlijk um, sociaal werk gaan studeren. Mm -hmm. als studierichting sociale agologie, dat yeah. zo. En daarna ben ik pas dieper uh, de danswereld ingegaan. En toen pas heb ik eigenlijk ontdekt wat er allemaal in muziek is hoeveel verschillende manieren er zijn om dat te benaderen. Maar je hebt al heel jeugd bij die Black Spirit gezeten, of niet? Ja, ja, ja. ja. Dus eigenlijk ja. toen je sociaal werk, sociaal studeerde, was je nog altijd aan het dansen? Ja, ja. En voor mij was dat al zo'n breekpunt waarbij dat de wereld zo wat meer open ging. Um, ja, bij Black Spirit, dat was, dat was nog iets wat... Dat was meer een sport, zal ik het zo zeggen. Mm -hmm. Disco-dance. Yeah. Um, heel fijn, heel veel groepsdynamiek. Um, maar dat was ook iemand anders, die, dat was een choreograaf die ons uh, pasjes aanleerde. Mm -hmm. um, en eigenlijk het, het zelf beginnen maken is pas later gekomen. Tijdens de studie dan? Of? Ja, want dan ben ik daarna de dus Scheedendagse Dans gaan studeren. Ja. En, en eigenlijk vooral vanaf dan is dat zo gestart. Ja, ja, ja. want dan zijn ook zo al die initiatieven dat je nu doet eigenlijk begonnen, Na, da daarna? Ja. Ja, broei, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja broei is, is sinds vorig jaar, ja. Mm -hmm. um, broei kan je wel. Broei is hier een, yeah, een yeah. plek in Gent. Ja, ja, dat zijn ook de buurten van de plaats waar we nu aan het opnemen zijn. Voilà, van Nerdlab. Yes, yes, yes. Shout-out! <laughs> Zalig, die geluidjes. <laughs> huh? Dat is al leuk intermezzo. Wat voilà, voilà, is -out Zal, dat, een shout-out Zijn ook je nog een keer broei? Nog eens. Broei! Voilà. Oké, okay. dus... Elke keer als ik over Brui spreek, dan worden ze bedankt. Dat ze er zo bij zijn. Ja, ja is een fantastische plek hier in Gent, waar meer dan 30 organisaties deel van uitmaken. Elk heeft zijn eigen project. Dat gaat van muziek tot graphic design. Ja, je vindt er van alles. Je moet gewoon echt komen naar zo'n plek om te weten wat dat is. En vorig jaar um, heb ik samen met Lies Lambrecht um, tijdelijk Teder. Gemaakt, dat was de naam van de voorstelling, maar ook de naam van ons collectiefje. Ja. Heet dat niet anders? De voorstelling? De voorstelling heette ook tijdelijk teder. Ja, dat was eigenlijk een eenmalige voorstelling. Het was dan iets anders. Ook tijdelijk, dat was ook iets anders. Ik heb dat teruggevonden, maar ik weet niet meer wat het was. We hebben ook de Engelse vertaling gemaakt, Temporary Tender. Misschien zal dat dat geweest zijn. En dat was vorig jaar en dit jaar neem ik deel aan BRU met de organisatie die ik heb opgericht, KOR. Um. Oh, dat verdient ook al. Tuurlijk, tuurlijk. Alles verdient er zo uit. Allee, showroom. vertel een verder. Ja, en KOR en is eigenlijk de naam uh, van de organisatie... Mm -hmm. onder welke ik workshops geef. Mm -hmm. Dansworkshops vooral. Um, ja, dat is, dat is een beetje de kern. Yeah. En daarnaast ja, maak ik ook voorstellingen onder KOR. We hebben hier uh, een samenwerking met... Uh, hoe heet die organisatie ook alweer? In um, samenwerking met De Vloer, onder andere van Emily de Vlam, yeah. een voorstelling gemaakt. En ook um, damn, die organisatie die zich bezighoudt met ecologie en natuur. Ja, die zich vooral inzegt op het verduurzamen van van alles en nog wat. Natuurpunt. Nee, nee, nee. nee. Okay. Um, ja, Natuurpunt. Vandaag is mijn, is mijn memory heel, heel, heel slecht. Klikbaar. Ja. Van dat maakt niet zo ja, luid ja. Er zijn een, maak... een paar lagen uit je geheugen ver, uh, verdwenen Ja, precies. een paar lagen nee, uit uh mijn -huh. geheugen verdwenen, ja. Dat is wel heel goed beschreven. <laughs> maar bon, samen met die heel fijne mensen, van wie ik de naam dus niet meer weet, um, ook een voorstelling Zo maak. belangrijk maken ze. Ja, zo yeah. belangrijk. Nee, maar als je zoveel mensen ontmoet, heb je dat niet, dan vergeet je die namen. Tuurlijk. Uh -huh. Nee, hè? Ja, nee, 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 ja, nee, nee je ja, ja, nee, 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 had gelijk. Oh. <laughs> Uh -huh. uh, nu, bon, um, ja, toen hebben we een voorstelling gemaakt um, rond de verhankelijkheid ook van de natuur. Uh, en dat was één projectje, yeah. uh, maar onder andere, allee, daarnaast was er ook een ander project. Um, Onlangs, tijdens Gentse Feesten, huh? tijdens de Yard-editie. Ah ja, bij Tuivelsteen. Ja. Yeah. Yeah. Dus de uh, broei heeft hier die tijdelijke invulling in Nieuwland. En vorig jaar zaten zij in Tuivelsteen uh, in Gent. Uh -huh. En tijdens de Gentse feest hebben ze de tuin geopend voor tien dagen. Uh, en hebben we eigenlijk met een aantal, uh, met, met twee mensen, met wie ik ook dans, Hanna nee. en Anja, van wie uh -huh. ik de namen weet, uh, een, een voorstelling uh, in elkaar gestoken. En die heette Rain No Sand. Ja, ik ga gewoon, daar heb ik in de show dus want anders is teveel als het veel aan hetzelfde ritje. En dan ga ik het zelf ook putten. Maar ja. Ja, en daarvoor heb je dus met die klaginet op de stelling geklom. Ja, met net beginnen spelen. Ja, met de dwarsfluit. Een dagsfluit, geen Ja, dat heb ik gespeeld als ik jong was. Ja, ja en ik had eigenlijk 15 jaar niet meer gespeeld. Ja. Yeah. En uh, ik, ik woonde dus in Bologna. En een huisgenoot van mij, uh, die is uh, muzikant. Mm -hmm. En die had daar een tweede dwarsfluit liggen. En ik had dus eigenlijk al uh, zo mijn oude partituren van dwarsfluit. Ja. Yeah. Um, al. Twee jaar met mij meegenomen, want voor ik in Italië woonde, heb ik een jaar in Duitsland gewoond. Mm -hmm. Omdat ik zo die, 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 dat enthousiasme en die zin had om nog eens opnieuw dat instrument te spelen. Maar ja, natuurlijk, wanneer vind je een of, of Je moet dan ook echt die keuze maken van ik ga dat nu opnieuw kopen, bla bla bla. Mm -hmm. Tot ik verhuisde en bij die muzikant ging wonen en dan heb ik elke dag dwarsfluit kunnen spelen, dat was de max. Um... Je ja, komt dat direct terug, of niet? Dat ging wel redelijk snel, eigenlijk. Ja. Zo die noten wel wat terug opfrissen, maar die, die standen met je vingers, dat zit er direct weer in. Mm -hmm. Dat is zoals zwemmen of, of fietsen, hè. Ja, ja, ja. Of autorijden. Als je met een half jaar niet in een auto hebt gereden, uh -huh. of en je rijdt je opnieuw. Paal. Of ja, voilà. Mm -hmm. Je weet direct die handeling, hoe dat, dat gaat. Ja. Eens dat je dat kan, kan je dat. Voilà. Maar natuurlijk moet je dat wel een beetje aanscherpen, hè. Ja. Als je ook heel fijn die ajuin ja, wilt snijden, dan moet je dat oefenen, moeten onderhouden. Ja, ja, ja. Want ik heb wel wat... Um, ja. Ook één lesje genomen en zo wat techniek bijgeschaat om die klank wat te verbeteren. Mm -hmm. En dan die het geïntegreerd in die voorstelling. En op die constructie geklommen. Ja. Want er was een constructie in de in nee, art. Ja, je je ja, die ook gezien? Ja, dat ik op was zo'n dakachtig toestand, want het was ook aan het regenen. En uh, ja. Ja, we wilden eigenlijk die. Constructie Tijdens de performance, ja, we het was, te... was aan het regenen. Op onze dag viel dat goed mee. Nee? Ah, ja, oké. Okay. Nee. nee, ja. Nee, ook niet tijdens de voorstelling. Ja. Maar het heeft wel heel veel dagen geregend tijdens de ja. gansfeest. Nee, we wilden die constructie eigenlijk integreren. Om niet gewoon naar een voorstelling te gaan plakken. En dat was ja, heel uh, tot de verbeelding sprekend. Mm -hmm. Want je kon eraan hangen en klimmen. En, en dan voelde je een kind. Hè. Dan, uh, dat is ook wat dansers vaak doen: hè. gewoon rollen op de vloer. Ja. Maar wel met aandacht voor het lichaam. Hè. Of vallen of uh, springen, opnieuw vallen. En ja, dat was een constructie, dus dat was gewoon nog voilà, leuker. Ja, 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 dus dat is dansen eigenlijk. rollen springen en vallen. Ja. Oké. Okay. Een beetje zwaartekracht. <laughs> ja. En dan af en toe, dat is wat sneller, wat trager. Een beetje in tempo plaatsen. Soms een keer een melodietje toevoegen. Mm -hmm. Dat kan één beschrijving zijn van dans. <laughs> ja. Dat is altijd zo de vraag, Wat is dans? Is dat een vraag? Ja, dat krijg je soms. Ja. wel oké. Okay. Maar dat je is heel... zelfs, ruim... Kun je de vraag van? <laughs> nee. Nee, 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 nee. Allee, nu ben ik begonnen. Hè. Maar er zijn gewoon duizend definities. Hè. <laughs> ja. Tijd geven aan ruimte, ruimte geven aan tijd, luisteren naar elkaar. Dat zijn die lagen. Ja, ja. ja. En dan heb ik nog niet gesproken over al die soorten dans. Mm -hmm. Want herendaagse dans is ook niet op de muziek. Ze zijn helemaal als kind begonnen met met discodans, en hoe zou je, je dans nu omschrijven? Herendaagse dans, ja, ja. ja, bijvoorbeeld discodans is echt zo op de tel en is heel specifiek. Mm -hmm. Want je start met die muziek en dan doe je op de 1 en 2 en dit of die andere beweging. Yeah. Terwijl een hedendaagse dans uh, hoef je niet noodzakelijk van die muziek te starten. Integendeel, dat wordt soms vaak achteraf toegevoegd. Yeah. Bijvoorbeeld, um, je start met een, met een spel. Of met een task, een improvisatietask. Improvisatie um, ik zal eens een voorbeeld geven. Hè. Um, ja, je sluit je ogen, je wandelt door de ruimte. En als je je mm. ogen opent, dan zie je een, een vorm en dan belichaam je die. Dus ik zie jou kijken naar die cirkel. En nee. dan kan je bijvoorbeeld met uh, jouw armen of met jouw bovenlichaam die cirkel maken. Nee, en ja, no. ja. Ja, dat, is dan, dat is dan heel abstract En dan voeg je die beweging toe. En dan voeg je een volgende toe. Gewoon dat verder. Goh. Je sluit je ogen. Mm -hmm. En dan <laughs> open je je ogen. Uh -huh. En wat zie je dan? dus ik die buis. Die zwarte? Nee, nee die, die buis achter jou. Ja. Okay. En dan belichaam je dat. Hoe zou je dat belichamen? Uh. Ja, voilà. Prachtig. En dan voelt dat. Uh, dat, is, dat is bijna stretchen, nee, wat ik nu aan het doen was. Ja. Ja. En, en dan ja, ga je verder, dat is nu, dat is nu één manier. Mm -hmm. um, maar dan kan je bijvoorbeeld ook teruggaan naar de herinnering of zo en dan met dat gevoel werken. Ja. Of, of met een beeld, ja, een beeld. Um, hoe zou een, een aardbeving zijn? Of hoe is het als er allemaal plastic in de zee gegooid wordt? Of een Kruip, overstroming. Kruipt u, kan het een vergaalend dansen of kan dat ook gewoon puur om de beweging gaan? Dat kan beide, dat is ja. een goede vraag. Ja. Puur om de beweging. Zonder betekenis. Ja. Dat kan. Alhoewel ja. dat de kijker daar altijd. Een interpretatie. Nee, ja, ja, ja. maar wat... als maker is het niet uh, altijd zo. Je hebt van aan en moet dag en dagen overgaan, over de grote thema's, uh, over, over buizen en, en cirkels. Nee, 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 nee. Nee, dat hoeft niet over de grote dingen te gaan. Ja. Dat kan, en dat is soms zelf heel fijn, als het over gewoon iets heel concreet gaat. Mm -hmm. Ik zeg maar over de textuur van zand of zo, mm -hmm. en wat doet dat met uw lijf? Ja. Dat, heeft geen, geen, dat stelt geen grote filosofische vragen over het leven. Dus dat kan ook. Maar gewoon, ah, hoe neem ik zand? Of hoe voelt dat op, op, op mijn lijf? Of hoe kan ik dat bewegen? Hoe kan ik mezelf bewegen in zand? Hoe kan ik um, een trace nalaten als ik beweeg in zand? En hoe ziet dat dan eruit? En ziet ook de, het audience, het publiek, hetzelfde wat ik zie? Ja, dat kan ook even een mooie benadering zijn. Ja. Kun je ook met perspectief weg? Zeker en vast. Ook... Ja, ik zie ook kijken in die hoek. Nee, ik was gewoon aan het wijzen in het Lichtfestival. Op het Lichtfestival, ja. met, met NextLab, doe nu iets met superveel spiegels. En dat is ook dat dan andere visies ziet. Dus als je gewoon op nee. andere plaatsen staat en dans, dan gaat dat ook om perspectief en wat je ziet en wat je niet ziet. En, exact. En, 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 en er zit ook veel in wat je niet ziet. Exact, dus... exact. Ja. ja, exact. Gewoon als je um, zeg maar een rechthoek hebt. Um, en als je dichtbij... Be beeld je in, er is een theater en je mm -hmm. hebt de muur achteraan het theater en je staat daar heel dichtbij, dan is dat een volledig anders perspectief ook voor het publiek dan als je helemaal vooraan staat. Mm -hmm. uh, als je bijvoorbeeld van de linkerachterhoek wandelt naar de rechtervoorhoek, ja. dat heet dan eigenlijk van upstage naar downstage. Ah, dat is niet zo Jacques Dijn, en... Dat kan ik niet, nee. Ja. Dat is dan theater. -tankmers. Maar dat is misschien wel hetzelfde, want dat komt ook van het theater. Vroeger zat het theater zo in een... Hoe en Jardin? Dat kan ik eigenlijk niet, om eerlijk te zijn. Maar dat is dan een theatertank Ja, ik weet dus, upstage, het ja. publiek zat hoger. Ja. En, en uh, de stage was ook niet. Ah, ja. ja. en Jardin komt denk ik vooral omdat de ene scenario dat de cow was en de andere was dat de muur uh, de tuin was. En vaak was de tuin altijd in dezelfde richting. En daarom hebben ze zelf gewoon op de Courage en Jardin doen? Oké, okay. en waar was het tuin dan? Dat is de linkerkant van het podium. Oké, okay, dat wist ik niet. Want als ze links zegt, zien ja. u, als, als ze op het podium staat of kijkt naar het podium, is er niks ja. anders, hè? Ja, 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 dat is dan voor links en rechts. Ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is als, als jij als speler op het podium staat en je kijkt naar het publiek, ja. waar is Koer dan? Oh ja. Ik denk rechts. Rechts, oké. Okay. Oh, dat wist ik niet, interessant. Nee. Ja. ja. Ja, dat... Zoals bakboog, dat is stuurboog. Ja. Ja, 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 ja. ja, en dat is ook voor voor en achter. Ja. Ja. Dus als je bijvoorbeeld naar het publiek toe wandelt, dan zeg je daarmee um, dat, dat je in ontwikkeling bent. En dan, dan gaat dat als het ware van, van het nu naar de toekomst. Dat geeft dat beeld. Ja, Na, dat, ja, ja. Allee, en toch zeker ook voor ons, onze westerse maatschappij. Want wij, als wij schrijven gaan we van links naar rechts. Ja. En als je in het publiek zit, dan kijk je van links naar rechts. Is dat omgekeerd in het oosten? Um, ja, toch bijvoorbeeld. Als je die in, in het je in het oosten zou spelen, dan zou je denken dat je naar het verleden gaat. Ja, ja, want dat heeft ook een, een interpretatie ja. afhankelijk van je ja. ja. cultuur. Hè? Ja. Mm -hmm. ja, ja, ja. En als je dan de omgekeerde richting. Wandelt, maar dan, ja. ey, dan, dan geeft dat zo de indruk van ey, dat is precies een, een terugblik ja, ja, ja. of een reflectie naar, naar het verleden. Oh, 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 ik denk aan een, een beginfilmpje van The Simpsons. Ja? Waar ze heel de evolutie doen en Homer Simpson blijft zo rechtop wandelen en dan Moe uh, Zeslaks die keerde terug, want die ging terug in de evolutie. En die evolutie was ook bijna nee. daar naar ja. ja. Nice. Allee? Ja. Wees, wees. Oké, okay, maar ik denk dat we het voor hebben besproken, of, 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 of niet? Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is eenvoudig, hè? maar het zegt wel iets over dans, denk ik. En, uh... Dans is als een naaije. <laughs> ja, ja. Ja, ik ga misschien. <laughs> de essentie van, van deze, van deze uh, podcast. <laughs> Ja, als ik dat gebruik tijdens de danslessen, dan zullen de mensen kijken: Ah! Nee, maar dat is. Want niet alleen tijdens een voorstelling, ja. ook tijdens gewoon een workshop. Ja. Als, je, als je dans en je zegt: Kijk, ik ga nu twee uur gaan dansen, mm -hmm. dan engageer je je eigenlijk om, ja, om fysiek actief te zijn, maar ook om bij jezelf te werken. Ja. En om je te engageren met de mensen die in de ruimte zijn, en die eigenlijk gewoon te accepteren zoals die zijn. Maar ook om naar jezelf even te kijken. Want je kunt, ja, het... je kunt dat niet negeren. En je moet altijd met je eigen instrument werken. Mm. Want je lichaam en uiteraard ook jouw hele zijn is gewoon jouw instrument. Yeah. En als muzikant moet je ook voor die dwarsfluit zorgen of moet je yeah. die snaren van een gitaar uh, scherpstellen. En, en... Huh? je moet daar zorg voor dragen. Uh. Ja, Mijn kinderachtig is even vrij aan het pijzen, omdat we ja. fysiek actief zijn. Dus mijn bestand pijst naar seks. En dan eigenlijk heel de rest van, van de zin ben ik super te blij. Ja. Zoals mensen nu zo graag beluisteren met die insteek, wat net zeg je laag is. Maar als ze dat niet doet, is dat ze gewoon redelijk volwassen en de ja. te dat is en standig is. Dat dan is het een visie. Ja, voilà. En als voilà. we daar dan nog verder gaan, uiteraard, ja. dan um, stellen we vast dat die muzikant, dat zijn, dat zijn, ja, zijn instrument super belangrijk is. Maar als dans is dat wel belangrijk, want je kunt niet zeggen, oké, okay, ik ga dat drumtoestel drum even daar zetten, ik ga even gaan wandelen of zo. Mm -hmm. Of ik ga even die drum niet bespelen, maar ik ga de gitaar bespelen. Of ik ga even mijn stem gebruiken. You know? Ja. Gewoon, je moet altijd klaar zijn in het moment, en je moet altijd... Uh, het beste van uzelf geven of, yeah. of present zijn, noemen we dat dan vaak. Uh, maar dat is wel zo, uh, ja, belangrijk en ook soms een uitdaging. Mm -hmm. Ja, mijn brein heeft overgenomen van mijn logica, dus alles wat je zegt het begint te bezinning in mijn hoofd. Oké, oh, okay, ja, dan yeah. gaan we maar terug naar die ayun. Voilà. Die ayun moet er dus ook altijd uh -huh. zijn, want als die niet meer vers is, dan kan die niet eten. Voilà. <laughs> <laughs> en als dat staat niet, dan <laughs> right. <laughs> <laughs> okay. bedankt voor het luisteren, het kijken. Um, Ziezo, dit was dan het voorwerp voor deze week. Bedankt. Als ik was Louis van der Juinhuis en ik sprak met... Astrid. <laughs> Ziezo. Voilà. dat was echt niet het laatste aflevering van het voorwerp van dit seizoen. Dit is de seizoensfinale. Wow. Dat is nog niet zo dat je de kijker, de luisteraar, de Van Omo's van de Midden en de Van Oos wil meegeven um, als seizoensafsluiting van deze reeks van het voorwerp? Um, en, en... Is dat breed of zo? Zijn dat gelukswensen? Of, uh, of is dat een mopje? Wat kan ik ze meegeven? Gewoon. Enjoy life. Nou, dat is eigenlijk een beetje heel droog. I don't know. Dat is zo'n open vraag. Hoe moet ik daar nu op antwoorden? Yeah. Wat kan ik ze meegeven? Ik ook wel denken, kopen naar je of zo? Kopen naar je. Ja, voilà. kopen naar je. En gewoon altijd aan je toevoegen aan je recept. Dat maakt het ook wat meer spicy. Ja, En wat is je beste recept? Mijn beste recept is. De vegetarische lasagne met onder andere ajuin, maar ook met um, parmezaan, kaas en... Ah, hoe heet die andere kaas ook alweer? Um, mascarpone, paprika, geitenkaas en pecorino kaas. Voilà. Als mensen nu niet weten wat te doen, dan kunnen ze... Ja, het is ja. en wat de eerste hobby, al in de voorwaarden is, want dat is een sponsor. Of naar de Patreon gaan. Of uh, dat recept koken. Dat kunnen ze natuurlijk ook. En voilà, dit is de seizoensfinale van deze podcast. Uh, bedankt voor jouw aanwezigheid. Alsjeblieft. Het voorwerp. Nog eens? Het voorwerp met Louis Vano. vano. Ah, jongen, het is echt niet Vano. Hè? Het is, het is, er staat letterlijk Vano. Dat is echt. Dat kunt gaan elke. Dat kunt gaan elke persoon vragen. Er staat niet Vano, want dan zou er geen twee o's staan op het einde. Het is Vano. Ik vind dat dat een moeten jungle Maxi, dank je.